ik vind deze echt al gelijk super leuk. Oh my god. Wat is dit? Yeah. Wauw, wat is die mooi, M. Kijk, heb je hoofd? Voor Marcus. Zeg, maar dit is hem. Dan zeg ik, ja, super. Ja. Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een verhuisvlog voor jullie. Echt heel veel van jullie vroegen zich af wanneer er weer een verhuisvlog aankwam. En nu duurt het iets langer dan elke week, zeg maar, een verhuisvlog. Want het huis is bijna klaar. En het duurt iets langer om te filmen. Dus bij deze. Ik was vergeten een intro op te nemen. In deze verhuisvlog ga ik aan de slag met de badkamer. Want die was natuurlijk nog niet helemaal af. En ook de slaapkamer. En dat is echt heel erg leuk geworden. Oh, je ziet al sneak peek. Een sneak peek. Daar zijn wat dingen veranderd waar ik echt super blij mee ben. Let's go. Have fun. Enjoy. Hallo, hallo, hallo. Dit is denk ik echt mijn favoriete drankje. Matcha ijs latte. Ik heb nog een badkamermeubel nodig. En die wil ik samen met jullie gaan bestellen. Want ik kan niet meer tegen om in de badkamer te lopen. En vervolgens gewoon alles op de grond te zien. Ik ga ook even meten. Hebben we hier een meetlint? Ha, grappig momentje. Ik kijk gewoon niet goed en hij zit er gewoon. Ik ga eerst eventjes opmeten de badkamer. Zal ik eerst even zoeken? Eerst even opmeten. Ja. Dit is de status nu van de badkamer. En yeah. Hier wil ik dus zo'n wastafelmeubeltje zetten. Ik moet alleen dus even opmeten hoeveel dit is. Hoogte, breedte, you know. Volgens mij heb ik dit dus helemaal niet gefilmd. In de vorige verhuisvlog, volgens mij, of een van de vorige verhuisvlogs, had ik dus mijn badkamer voor een deel opgeruimd voor zover dat kon. Toen had ik dus hier een hele lijst, zeg maar, met allemaal Polaroid foto's aan zo'n touwtje, zeg maar. En toen hadden er een aantal van jullie verteld van, ik zou het niet daar doen, want door de vocht op lange termijn gaan die foto's, zeg maar, ja, vervagen of een andere kleur krijgen. En dat wilde ik natuurlijk niet. Dus die heb ik nu boven gezet op de ladekast. Dan hebben Eva en ik dit ervan gemaakt. Echt heel cute. Maar ik heb dus dit mandje waar dus eigenlijk mijn make-up kwast in had gedaan. Heb ik eventjes zo gedaan met een lekker kaarsje. Ik weet nog niet of ik het zo ga laten, maar voor nu vind ik het wel heel cute. Natuurlijk ga ik dit handdoekje, die ligt nu hier. Die wil ik dus ook met zo'n Tesa hier gaan ophangen. Ik wilde alleen even wachten omdat ik niet echt wist hoe hoog het kastje zou zijn. Ik wil niet dat het op het kastje, zeg maar, gaat hangen. By the way, een aantal mensen dachten dat ik dit huis had gekocht, maar dat heb ik niet. Ik huur het gewoon en hallo! Kijk eens wie even hallo kom zeggen. Hoe gaat het? Ja, je mag niet in de badkamer. But say hi. Ik ben aan het dok zitten, op mijn eigen dok. Mama is eventjes naar de kringloop zonder mij. Hallo, wat ben je aan het doen? Even kijken. Hoe gaan we het even goed meten? Want hier zit dus dat gat. 75. 75 hoog. En op zich kan het kastje wel nog van hier tot daar op zich wel komen. Is dat niet mooi? Ja, why not? En dit is 93. Dus hij kan gewoon tot 93. Dus dat is nice. Dus wat zei ik nou net? Wat zei ik nou? Oké, top. Oh, en diepte. Weet ik ook niet. Diepte. 50 ongeveer. Om een update te geven over de vloer die ik gewoon niet schoon kreeg. Dankjewel voor alle tips. Ik ga het uitproberen en ik ga vroegverwijderaar denk ik als eerste kopen. En dan hou ik jullie up to date en hopelijk gaat dit weg. Echt, ik word er helemaal gek van. Ik vind het zo vies eruit zien. Hier is hij, hier is hij. Ah, knapperd. Knapperd. Oké, was dat voor onderkast? Oeh, ik vind deze echt al gelijk super leuk. Dit is te hout. Ik ben een beetje klaar met hout. Maar deze vind ik wel heel mooi. We klikken hem even aan. Wastafel onderkast Jacob. Jacobie. Hij ziet er ruim uit. Als je dit erin kwijt kan, dat zou echt top zijn. Ik vind hem ook gewoon heel easy. Het enige wat ik even nog ga opzoeken is of die makkelijk in elkaar te zetten is. Want wow, deze is ook wel heel erg leuk. Oogt wel rommelig. Ik wil eigenlijk gewoon
clean, simpel, niet te duur. Want ik heb echt al mega veel uitgegeven, echt. Dus 60 euro, dat vind ik nog meevallen. Die fin is ook wel leuk, gewoon heel clean ook, helemaal dicht. Maar ik vind het altijd fijn als je eronder kan schoonmaken. Dus als ik aan het dweilen ben, bijvoorbeeld in de badkamer. Als je die wastafel onder kast fin neemt, kan je er niet onder. En dat vind ik niet zo chill. Echt mijn Virgo vibes, hè. Ik hou echt van clean en opgeruimd. En dus daarom word ik gewoon gestrest als ik mijn badkamer nu zie. Deze vind ik op zich ook wel leuk, maar oogt ook best wel rommelig. Ik zou een Lidl Livorno Living. En goedkoper. Ook wel leuk, deze. Maar die oogt weer wat kleiner. Hoeveel? 28. Oh. Maar 4 centimeter verschil. Maar ja, dat is toch 4 centimeter verschil, weet je. Dat is wel een shampootje meer natuurlijk, is dit. Lastig vind ik het. Even nog de reviews kijken bij Jacob. Onze Jacob. Zeer goed product. De montageinstructies zijn perfect en maken de montages heel eenvoudig. Uiteindelijk paste de kast niet onder mijn gootsteen vanwege de te korte sifonkut. En moest ik hem teruggeven. Hoe moet ik dat weten? Dat is dat ding. Nou, bij mij is het echt super dun. Dus het moet echt passen hoor. Dat kan echt niet anders. Het is best wel een groot gat. Dat kan niet. Dat past. Want ik heb altijd, als ik twijfel, moet ik het niet doen. Want ik krijg er hoe dan ook spijt van. En nu twijfel ik niet. Nu heb ik zoiets van, ja, ik vind het mooi. Ik vind het leuk. Ik ga deze nemen, denk ik. En foto's naar mama maken. En dan ga ik hem bestellen. Hey, hey. Wat is dit? Dit is een plant. En het is mijn Sterlicia die daar komt. Ik had deze pot bij de planten al gekocht. Ik ben echt vet excited. Dit is wel echt helemaal kut. Maar goed, we hebben het ervoor over. Oh my god. Ja. Mocht je mijn vorige kringloopvideo hebben gezien, weet je dat ik deze stoel heb gekocht. Alleen ik zet hem nu zo neer. Ik had normaal deze. Ik ben nu zo gewend aan dat witte, dat ik nu wel een beetje moeite heb met dat zwarte, zeg maar. Ik denk dat ik de tafelpoten zwart ga maken. Ik vind zelf eigenlijk de tafel, het bureau heel erg mooi met de witte poten. Maar als ik dit wit moet gaan verven, dat is echt shit. Want kijk, dit is nog wel te doen. Maar dit bijvoorbeeld, dat plastic, dat gaat gewoon niet. Dus ik denk dat het gewoon zwart wordt. En ik denk dat het ook wel heel erg mooi wordt, want ik heb natuurlijk zwarte ramen. Even verrassingje. Hallo? Hey! Em is hier. Ja, ze heeft hele verhuisdoos meegenomen. Maar Em was dus bezig net om dit te photoshoppen. Ja, mijn skills heb ik ook meegenomen. Ja, de skills. De skills heeft ze meegenomen. Ja. Kijk, te gaan. Maar als je nu zeg maar uitzoomt, is het wat beter. Ik ben zo benieuwd. Ja, wel cool. Op ja, camera hè? Zie je helemaal niet dat gefotoshopt doen. Want de camera is een beetje ver, toch? Nou, camera. Oh. Ja, dat is mooi. Wel wennen. Ja, maar ik vind het echt heel niet te leuk. Zwart, toch? Nee. Maar kijk, nu, dit is ook echt pikzwart. En dat, ik weet niet of we dat er echt uit gaan halen. Als je dat ik gaat... denk dat het wel echt mooi is. Ik denk het ook. En meestal is echt super leuke dingen meegenomen. Ja. Are you guys ready? Dit is het prachtige kledingrek. En ik weet nog dat ik tegen jullie zei dat ik op zoek was naar een kledingrek. Ik heb deze op Marktplaats gevonden. En May die vroeg dus van, wat doe je nou voor je verjaardag? En ik zei, ja, ik weet het niet, dus ik doe maar gewoon wat. En toen kwam ik dus op dit en dacht, oh mijn god, dit is perfect. En het was in Amsterdam. Dus vind er bij hem mee. Yeah. Zo blij mee.
En toen kwam ze nog aanlopen hier zo. Met dit. Oh mijn god. Hij is echt perfect. Dus die komt daarboven ook. De frame heb ik schoongemaakt, maar de spiegel vind ik dat nog even moet. Ja, oh, hij is zo mooi. Oh my god. En deze had je ook in de kringloop gevonden, toch? Ja. Ja, dus twee vintage dingen ook. Oh, zo blij mee. Duurzaam cadeau, hè? Hè, duurzaam cadeau van duurzaam, hè? Duurzaam persoon, hè? Ja. Hè? Wauw, wat is die mooi, M. Yeah. Ik had echt niet verwacht dat hij zo groot was of zo. Ik had hem helemaal opgemeten. Ja, weet ik niet. Je had een video gestuurd. Ja. Look at that. Spik en span, mensen. Spik en span. Die oude spiegel beneden halen en die boef naar beneden halen. Anders gaan we alles erboven doen terwijl we nog dingen naar beneden moeten. Ja, is goed. Ja, ik weet sowieso niet of ik die spiegel nog ga houden. Want ik vond hem hier. Ik had zeg maar eerst hier die zwarte spiegel. Maar ik vond hem een beetje te druk, zeg maar. Want ik vond dit wel een heel mooi hoekje. Gewoon zen, weet je wel. En in je gang dan? Voor de laatste check voordat je naar buiten gaat? Ja, misschien naast het schoenenrekje. Ja. Ja. Oh. Wat nou? Dit is leuk. Ja, echt? Oh, kom eraan. Oh mijn god, ja. Wat handig. Oh, gewoon laatste checkie. En nee, moet je schoenen wel in dat rekje doen, hè? What the fuck, is toch niet voor niks, hè? Oh my god. Oh god, ja. Oh, maar dit is vet handig. Alleen nog even een lampje hier. Als je hier boven een lampje nog hebt. Ja, wel je schoenen. Ja. Ik heb nog een cursus om het in de gang te zetten. Oké, okay, wat? Ik moet hem niet stoten. Ja, hij past hier. Perfect. Prachtig en maakt de ruimte echt super ruim. Moet je even hier gaan staan. Je ziet jezelf ook, toch? Nou, tot hier. Oh, echt? Ja. Oh. Maar kijk, als jij nu... Of mijn stoel daar. Nee. Oh, ja, dat kan ook. De poef daar. Oké, wacht. Laat het even testen. Oh, dat vind ik leuker. Ja, veel rustiger. Ja. Dan kan je hier een plant op zetten. Ja. Great minds think alike. Huttekeuze. Ja, ook lekker. Ja, kijk, dit zijn dus allemaal nog wat op het kledingrek moet en nog andere tassen. We gaan even het kledingrek pakken. Maar die is mooi. Ja, en het kledingrek komt dan daar. Ja, perfect. Kijk, ja, je bent er. Omdat je nog lekker veel ruimte hebt te lopen. Ja, precies. Ik bedoel, kijk, jij stapt zo, maar later heb je natuurlijk iemand die zo hier loopt. Ja, ik zat deze op Marktplaats en ik dacht, ja, dit moeten we... Hij was... 15 had ik hem gezien, toch? Ja. Toch? Ja. Was ze aardig? Heel lief. Ja, heel lief meisje. Oké. Okay. Het is een beetje awkward van Marktplaats. Vind ik nog steeds wel. Ja. Terwijl ik vind het heel goed, maar toch denk je van... Hoi. Ik kom. En dan zegt ze, dit is hem. Dan zeg ik, ja. super. Ja. Oh, ja. Wat vind jij van die poef, zo moet je zien? Ik vind het wel veel rustiger. Het is rustiger, ja. Ja. Ik heb mijn plant hier gezet. Oh. Hij is zo mooi. Maar, alleen de pot is natuurlijk echt niet mooi erop. Nou, maar ik vind dit zo cool, dat het zo... Weet je wat je moet doen? Nou, ik dacht al erachter, maar... Ja, erachter nee. Op een verhoging. Oh, nee, dan zie je die verhoging. Nee, maar dat hoeft niet. Die verhoging kan zeg maar dat hij hier uitkomt, dat hij zo hoog. Ja, dat zou echt perfect zijn. Trouwens, deze hangers had ik al in mijn studio. Dus ik hoop dat ik denk dat het wel erbij past. We doen de first one. Oh my god, is het mooi? Ja. Oh. Heel pretty. Oh, ik ben zo dat ik eigenlijk mijn blazers kan ophangen. Het is echt perfect. Ik kan het ook zo doen. Ja, ik denk dat ik dan blazers en zo ga doen. En mijn jassen. Nu je winterjassen, die doe je er dan niet op? Nee, dat heb ik niet. Nee. Maar wat ik ook altijd wel leuk vind, is dat mensen op zo'n kledingrek hangen wat ze het meest dragen. Precies, ja, dat denk ik dus ook. Want zeg maar ja, dat is het ook. Het is nu zo. Ja, want het kan nu misschien een beetje ogen. Is het echt? Het kan nu een beetje ogen alsof het je jassen inderdaad zijn. Dus precies. Dat het in de gang beneden zou horen. Die wilde je toch misschien bij je spiegel zetten? Kijken, misschien aan die kant van de spiegel. Het is wel echt super mooi. Maar we moeten echt even kijken, dat weet ik niet. Deze gaat weg. Dit is echt een vibe. Gewoon, dit is de vibe. Deze van Lanette gekregen, echt super cute voor mijn B-day. Oh, wauw. Wacht, zie je het? Cute, hè? Dat betekent mijn naam. Iets hoger ook. Ja, mooi. Heel mooi. Maar ik dacht, misschien is het ook wel ergens leuk hier in mijn slaapkamer. Ja, en ik vind sowieso die plant hier nu niet meer zo leuk.
Dit ga ik er ook nog ophangen. Plant die kan beter misschien hier. Oh, nou. Ja. Ja, perfect. Ja, toch? Ik ga even kijken hoe je hem wil zou bewerken. Ik zou hem zo, ja. Nee. Terug? Ja, terug. Want hier is wel het lage en dat zie je ja, dat is nu wel... minder, toch? Oh ja, dat is wel raar. Maar ik vind dit nu... Ja, dat past met dit heel mooi. Ik vind het cute. Ik ook. Minimalistisch, warm, vintage. En dit, ik hou echt van deze detail, zeg maar. Met dit en dan met die spiegel zo. Die yucca, die wil ik heel graag wegdoen, want ik vind hem best wel druk, zeg maar, met die steken, zeg maar. En ik wilde eigenlijk meer een beetje deze vibe. Dus die yucca ga ik aan iemand geven of zo. Ik weet het niet. Ik ga even kijken. Maar die gaat dus weg. En dan wil ik hier een klein nachtkastje. Wauw. Zo zen dit. Ik ga nog kijken of ik dat mandje daar hou. Ik vind het wel nog steeds heel cute. Maar ja. Oh, het is zo mooi. Kijk. Super zen en chill. I love it. Dit is ook vet cute. Helemaal in mijn kleuren.